Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag, dus ik begin om 1 uur. Ik had allemaal leuke dingen bij de Bershka gezien, dus ik wilde daar even langs. Dus ik ga nu een vriendinnetje ophalen en dan rij ik even de stad in. En ik moest ook even nog wat make-up dingen bij de Bijenkorf halen. De outfit van vandaag is eigenlijk allemaal Dani's Fashion World. Dit is de Maxime jacket, daar heb ik echt heel veel vragen op, maar ik hoop dat hij nog binnenkomt. Dus dat kunnen jullie even op Instagram in de gaten houden. Dit is de Robin Turtle top. En dit is de letterpants met Croco in het wit. Ik ben nu in de Bershka. Ik ga het nu even passen. Dit is de outfit van vandaag. Kan je hem even goed zien? Ik ga even deze dingen allemaal passen en setjes maken. Nou, dit is outfit 1. Maar ik vind die broek wel iets te groot. Nu heb ik deze broek aan. Vind ik wel heel leuk, dus die gaan we meenemen. Nou, dit setje gaat zeker mee. Helemaal leuk. Nou jongens, we zijn geslaagd. We gaan nu even naar de Bijenkorf. Naar de Primark. Oh ja, want we hebben een dinertje. Dan gaan we allemaal in kersttruien en pyjama's en zo. We gaan even de Primark kijken of ze leuk hebben. Nou, dat is grappig. Dus ja. Nou, wat vinden jullie leuker? De elf of de kerstballen? Ik ga jullie even de spulletjes laten zien wat ik heb gekocht net. Ik was nog even in de Bijenkorf naar Charlotte Tilbury. Dit hele schattige paletje gekocht. Dit is zo'n pillow top paletje. Het zijn allemaal van die minis. Even openmaken. Hoe zit dit allemaal in? Dit is zo'n limited edition lipgloss. Dit is die Pillow Talk lipgloss. Dit is het lippotloodje en de lipstick. En dat van mij was allemaal op. Dus ik dacht, ah, dat is wel heel schattig, zo'n paletje. Dus daar ben ik super blij mee. Meteen even opdoen, want mijn lippen zijn echt heel droog. Benieuwd hoe deze staat. Want daar ging ik eigenlijk voor. En hier zit zo van dat lipplump in. Ja, het is wel echt zo'n lekkere gloss. En daar hou ik wel van. Stop. Dit is trouwens echt heel irritant geluid. Want ze zijn hiernaast aan het verbouwen volgens mij. En ik had nog wat gehaald. Ook nodig. Dit is zo'n fixing spray. Voor daarna. Dus die heb ik ook even bij me gehaald. Dan ben ik bij de Bershka ook heel leuk geslaagd. Zoals jullie al zagen. Heb ik uiteindelijk de top hiervan genomen. En ook het bijpassende rokje. Dus daar ben ik ook echt blij mee. En ik had deze joggingbroek gewoon lekker voor thuis meegenomen. Ja, ik hou daarvan om dan lekker thuis mijn joggingbroek aan te trekken. Dus die heb ik ook meegenomen. Dat is wat ik bij de Bershka heb gehaald. En bij de Primark, daar zijn we ook even langs gegaan. Maar we konden niet echt slagen in een soort van kerstpyjama trui. We hebben wel dit leuke, zijn voor de elf gegaan. We hebben wel dit leuke diadeempje meegenomen. En ik had deze te lekkere deken meegenomen. Het is echt van dat zachte. En ik ben echt een dekenmens. Ik hou daar echt van. Ook had ik deze leuke oorbelletjes gehaald. Super schattig, waren maar 4 euro. En even van die klemmetjes, dat heb ik altijd nodig en dat zag ik liggen. En ik heb een paar dobbelcadeautjes gehaald om te gaan dobbelen met Sinterklaas. Maar dat ga ik dus niet laten zien, want anders zit dat alvast. Dit is eigenlijk wat ik heb gekocht. Ik was even snel de stad in. Dus helemaal geslaagd. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben even onderweg om kleding in te kopen voor de winkel. Want we hebben weer nieuwe spulletjes nodig. Heel veel is uitverkocht, dus dat moet ik weer even opnieuw halen. Dus dat zal ik straks even aan jullie laten zien of ik leuke dingen heb gevonden. En dat zet ik natuurlijk al online. Dus als jullie de video kijken, staat dat gewoon online. Ik heb mijn haar vandaag gekropt, maar ik weet niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Ik deed dat echt een tijdje heel lang. En nu heb ik het weer even gedaan, maar ik vind het wel leuk. Alleen, ik heb van die plukjes geknipt. Dus ik heb het nu
heeft zo'n staartje gegooid. Dat had haar hangt op. Maar ja. Ik kan nog niet ontbeten, dus ik dacht, ik zit hier van Dobbaan. En die filet van hun is echt niet normaal. Dus ik dacht, ik ga even een broodje halen. Dus die staat al klaar voor me. Het is echt heerlijk. Nou, got it hoor. Heerlijk genieten. Ik ga nu naar de zaak toe even alles ophangen en netjes hangen. Ik zal even de nieuwe spulletjes aan jullie laten zien die we hebben ingekocht. Dit is de beige cardigan. Die hebben we nu ook in deze kleur. Echt heel leuk. Dan hadden we de Demi sweater in het green weer bijgehaald. En de Giselle sweater in het groen. Met van die leuke knoopjes. Echt een heel leuk model is dat. Ook hadden we de Robin Turtle Dress in het rood. Ik krijg morgen dat leather gilet weer binnen. Die is leuk te combineren daarmee weer. Dan hadden we deze broek weer bijgehaald. Die is echt heel hard gegaan. En de top die daarbij hoort. Dat is de Robin Turtle top in het beige. Voor de rest, wat hebben we nog meer nieuw? Nee, dat was het volgens mij. Dit is de outfit van vandaag. Dani Sensual World, schoen natural. En het is met van die open schouders en zo'n kool. Het product heet Joelle Turtle Dress. Dus echt helemaal leuk. Je kan hem ook leuk combineren op een leren legging of op een spijkerbroek. Maar ik heb hem nu aan op een maillot. Dit is altijd zo leuk. Ze hebben de kerstversiering op gang in de straat. Ik zal even aan jullie laten zien. Kijk nou hoe leuk. Het is helemaal cute. En daar heb je Menno Corona met kerstbomen. En dit is onze store. Helemaal gezellig. Outfit van vandaag. Het is de Robin Turtle Dress in het rood. Daaromheen heb ik die wikkelriem, maar die is helaas uitverkocht. Gecombineerd met mijn Nike Jordans. Ik ga jullie weer even die nieuwe dingetjes laten zien. We hebben dit giletje weer binnen. Die staat ook weer online. Dan hebben we nu ook de Croco Kylie Leather Pants in het zwart. En daarop de Robin Turtle top. Ook in het zwart. Dus dat kan je weer leuk combineren. Dan hebben we dit te leuke joggingpak binnen. Heerlijk voor deze dagen. In het kleur beige. Met ruffels bij de mouwen. En bij de onderkant. Die is ook heel leuk. Die gaat in maten. Dat is eigenlijk wat we nieuw hebben vandaag. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Ik ben net even naar de kapper geweest. Echt heel blij mee. Nu ga ik even jullie pakketjes brengen. En dan ga ik naar de zaak het even openen. Voor het beste vanavond ga ik even met vriendinnetjes eten. Want dat mag niet meer. Dus we kunnen lekker bij elkaar eten. Het is gezellig. Voor de rest niet echt een planning. Ik heb ze even gebracht. Dus dat is top. Nu stap ik de bureau weer. Ik heb jullie echt nog nooit de bureau laten zien. Ons logo, Dani Sensual World. Het is onze duo. Outfit van vandaag is de Georgie Spencer met kool en schoudervulling in het camel. En de witte blouse van Dani Sensual World. Dan is mijn broek van Closed en mijn schoenen Chloé. Ik kom net op de zaak aan. Maar de reden dat ik gisteren niet heb gevlogd en dat het van woensdag naar vrijdag gaat is... Dat ik gisteren gewoon, ik moest zoveel dingen regelen voor de zaakboekhouding. Ik heb even geëdit en zo. Dus het was niet echt heel boeiend om te filmen. Dus die dag heb ik even overgeslagen. Het weekend ga ik wel weer leuke dingen doen. Dus ik ga jullie gewoon gezellig weer meenemen het weekend. Alleen donderdag zat er dus even niet in. Oh mijn god. Ik zit dus net dat filmpje terug te kijken van dat ik die Biro aan jullie laat zien. Maar hij is zo vies. Het is echt niet normaal. Oh mijn god. Ik moet hem echt even schoon gaan laten maken. Oh oh oh. Nou, die heeft nou ook zo'n vriendin die heerlijk een lunch kon brengen. Ik ben lekker poffertjes en warme chocolademelk aan het halen. Lekker bij Joffers, dat zit bij ons in de straat. Dus ja. Ik ben nu net klaar.
Kijk, we gaan nu de winkel afsluiten en dan ga ik naar mijn vriendin toe. Ze hebben lekker een pasta besteld en lekker allemaal koeken van het koekenmannetje. Dus ik heb echt zoveel zin in. Het is echt een cheat day vandaag. Ik heb echt alles gegeten wat niet kan. Dus dat is wel echt lekker. Dus ik ga nu snel de bureau in en richting haar. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag. De halve dag zit er eigenlijk al op. We hebben een lekker druk ochtendje gehad. Outfit van vandaag is de Demi sweater in het zwart. Dan heb ik die broek van de koekels aan met die kettingen. En mijn laarsjes zijn van Givenchy. En trouwens, ik heb heel veel vragen naar deze oorbel op Instagram. Deze is van Dior. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het was gisteren echt heel gezellig en heel lekker. Ik ga straks inkopen voor de winkel. Ik hoop dat ze een nieuwe leuke collectie hebben. En heel veel leuke kerstartikelen. Dus hou Instagram daarvoor in de gaten. Voor de nieuwe collectie en foto's. En Black Friday komt eraan. Daar gaan we ook hele leuke acties voor doen. En kortingen. En in de winkel en online. Dus hou daarvoor ook Instagram in de gaten. Zodat je dat niet mist. En we gaan straks de kerstboom heel leuk opzetten in de winkel. Dat is helemaal een gezellig kerstsfeertje. Daar heb ik zin in. Dus dat zal ik straks aan jullie laten zien. Nou, we zijn op de inkoop. We hebben echt zoveel leuke dingen gekocht. Ook hele leuke schoenen. Die zien jullie allemaal op Instagram verschijnen. En allemaal echt, we hebben zo'n leuke kerstcollectie. Dus hou dat in de gaten. Echt heel leuk. De outfit van vandaag is de Jodie Cole met pofmouw in het zwart. En daaronder heb ik de Char Leather Pants aan. Trouwens, dit waren de schoenen die we hebben ingekocht. Echt heel leuk. Echt een hele leuke boot. Dit is de voorkant. Echt super gaaf. Nou, de kerstboom staat. Nu moeten we hem nog even helemaal leuk maken met lichtjes en alles. En we hebben net de hele kerstcollectie opgehangen. Echt zulke leuke dingen. Ook deze jurk is echt geweldig. Dus die gaan we zo even allemaal shooten. Gaan de kerstboom leuk maken. Dus dat is echt wat we vandaag helemaal gaan doen. Nou, we zijn eindelijk klaar met de kerstboom. Al die glitters. Ik vind het helemaal leuk, het nieuwe rek. Dit komt trouwens morgen, dus maandag online. Want we hebben vandaag geen tijd gehad om al die foto's te maken. Doordat de boom dus toch nog wat meer werk was dan dat we hadden verwacht. Dus ik ga hem even aan jullie laten zien. Hij is echt heel leuk geworden. We hebben dus de buitenkant van de winkel ook versierd. Dat is ook echt heel gezellig. Gaat ik aan jullie laten zien. Ik ga hierbij de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende week staat heel erg in het teken van Black Friday. We gaan er heel veel voor organiseren. Er komen heel veel acties, kortingen aan. Dus als je tijd hebt om langs te komen in de winkel volgend weekend, kom gezellig langs of shop online. En ik vond het heel gezellig om jullie deze week mee te nemen. Tot volgende week.